Hartelijk welkom. Oh. Ja, even een stapje naar links doen wij. Hartelijk welkom. Gezellig dat u er ook weer bij bent op deze dinsdagavond. We gaan weer gezellig puzzelen in het Rad van Fortuin. Zodat je een beeldschoon pak aan hebt. Vind ik ook. Wat is dit nou, dat ringetje? Ik heb een piercing. Oh, piercing. Ja. En dat is een beetje wennen, hè? Niet echt hoor. Nee, alleen maar op je rokje gelukkig. Ja. Ja. Goedenavond Gaston. Wie hebben we als kandidaten vanavond? Oh, daar zijn ze, onze eerste kandidaat, Ricky uit Apeldoorn. Zij is een van die gelukkige mensen die van hun hobby een beroep kunnen maken. Namelijk porseleinschilder, Ricky. Heel veel succes, Ricky. Of zal ik maar mevrouw Gerritsen zeggen? Mevrouw Gerritsen, veel succes vanavond. Kandidaat nummer 2 is Richard uit Rijswijk. Hij is bedrijfsleider in de baby, peuter en kleuterkleding. Hobby's zijn fitness, mountainbiken en verre vakanties. En Richard of aan je wilde doorgeven dat je familie nog steeds zit te wachten op een kaneelstok uit Parijs vandaag. Oh, voor onze derde en laatste keer hebben we hier Angelique uit Amsterdam. In 2 dagen heeft deze dame uit Amsterdam maar liefst 14.000 gulden bij elkaar gepuzzeld. Ze straalt, ze lacht, dus we gaan een leuke avond tegemoet. Angelique, veel succes. Hans, we staan er helemaal klaar voor. Ja, wij ook. Ik was dan, Cindy heeft de kandidaat er eventjes goed in ogenschouw genomen. En ze riep meteen van, nou Richard, die lijkt op Gerard Joling, zei ze. Ja. Ja, nou ja, ik zal straks vragen of dat wel eens vaker wordt gezegd. We gaan naar onze plekjes toe, want we gaan beginnen met het rad. Heel veel plezier thuis en jij succes. Oké, okay, ja. Dag. Oké, okay, wij gaan natuurlijk het rad onmiddellijk weer speeltaar leggen voor ronde nummer 1. Dag. In deze eerste ronde is ons hoogste bedrag uiteraard weer de 1000 gulden. En wat zoeken wij? Wel een gebeurtenis. We hebben 19 letters en het is Ricky die als eerste mag draaien. Succes! Een gebeurtenis. En Ricky, je komt uit op de, mooi hoor, hoogste bedrag, 1000 gulden. De N van Nico. En Nico neem je 3 keer, heel goed. Dat is een lekkere start, toch? Meteen 3000 gulden in de knip. Mag ik een E kopen? Tuurlijk, we gaan eens kijken. Die zit er 1, 2, 3, 4, 5 keer in. Uitstekend. Een gebeurtenis. Ga je weer draaien? Ga je weer draaien? Oké. Okay. Oh jee, kijk eens wat een pech, Ricky. Verliesbeurt. Ja. Ja, Richard, jouw eerste kans, jongen. Ga maar. En je gaat ook al naar 1000 gulden, mooi. Mag ik de T van Tinus? Een Tinus? Nee, heb ik niet. Angelique, goedenavond. Leuk dat je er ook weer bent. Ja. Nou, Angelique, gaan eens kijken wat jij er vanavond vanaf... Hoe je het er vanaf gaat brengen, zo wilde ik het zeggen. 400 gulden. De S van Simon? En Simon, 1 keer, ja. En we komen op de 1000, mooi. De R van Richard. Richard, 1 keer, ja. En we gaan naar 150 gulden. De L van Leonard. Leonard, ja, nou en of. Nou, ze gaat weer goed. Ze pikt weer de goede medeklinkers eruit. Laat die maar schuiven hoor, die Angelique. Laat hem maar draaien. Kijk eens, 200 gulden. De G van Gerard. Ja, ja hoor, 1 keer de G. Ik wil het zeggen. We gaan luisteren. Slagen voor een examen? Natuurlijk slagen voor een examen. Ja, het is weer raak hoor. Prima, dat ziet u thuis ook staan. Slagen voor een examen. Ga je gang en kies voor 1750 gulden maar prijzen. Voor 1500 de home trainer. Voor 1500 gulden de home trainer heb je nog 250 gulden over. Doe maar voor 250 de meubelcheck. Doe maar voor 250 de meubelcheck. Natuurlijk doen wij dat voor Angelique. Daar heb je niks meer over, hè? Nee. Maar dat vind je niet erg, hè? Nee. Wat ga je dan nou verkopen voor zo'n meubelcheck van 250? Wordt het een bankje of een tafel of een stoel? Nou, dat weet ik niet. Wat heb je nodig in je huis dan? Ik heb nog niks nodig, maar voor later misschien. Ah, woon je al samen, hè? Nee. Nee, nog niet? Gewoon nog bij moeder. Oh, bij moeder. Oh ja, dus ga je het gewoon lekker opbergen. Mag moeder zo lang er gebruik van maken misschien? Nee. Zeg, je weet je goed slapen, dat mag me alle prijzen vergisten. Ja, ik weet. Je weet nog hoeveel geld je had, hè? Dat is het. 10.400 en nog wat, ja. Wat vind je de mooiste prijs, weet je dat nog? Nou, ik vind het reisje naar IJsland. IJsland wel leuk. En je weekend
Amsterdam weer. Nou, ja. Het gaat weer heel lekker, kinderen. Je hebt de eerste ronde weer gewonnen. Laten we maar gaan naar Gaston gaan, want die gaat je alles over deze mooie prijzen vertellen. Gaston, kom maar. Zeker, Hans. Volgens mij heeft ze ruzie met de moeder, want oei, 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 wat was ze fel. Alles onder één dak. Voor iedere thuis leuk. En je wordt er altijd perfect geholpen. Vandaag krijgen we onze woonboulevard. Een meubelcheck te waarde van liefst 250 gulden. Wat een waanzinnige nieuwe collectie. Zelf iets naar de keuze uitzoeken. Op maar liefst 40.000 vierkante meter woonplezier. Dat gaat absoluut wel lukken. En doen ze de grote daar in Zutphen. Daar is hij, een echte home trainer. Een fitnessfietstrainer uit de nieuwe Ergo Magnetiklijn. Hij is van alle gemakken voorzien en uit Finland afkomstig. Een magnetisch weerstandssysteem. Onderhoudsvrij, geen lawaai. Informatie over tijd, snelheid, hartslag en energieverbruik. Kortom, met deze home trainer ga je comfortabel een betere conditie opbouwen. Oh, Angelique, we zijn nog maar net begonnen en het is alweer binnen bij je. Ja, en volhouden, dat is een home trainer. Niet aan één of twee keer doen thuis en dan denk ik, hoe, nee, iedere dag, want dan word je net zo prachtig en sterk als ik tussen, hè. Maar niet uit. Goed, we gaan al ronde nummer 2 spelen, mensen. Het hoogste bedrag daarin is natuurlijk de 2000 gulden. Het weekendje hebben we ook al bedrag neergelegd op de 700 gulden. En we gaan naar op zoek, inderdaad, personen, meervoud, 17 letters. En het is Richard die het mag gaan proberen. Ga je gang. Personen, Richard. We gaan naar 750 euro. Mag ik de N van Nico? Nico, twee keer. Goeie start. Ga door. En dan komen we op 400. Mag ik de R van Richard? Ah, Richard. 1, 2, 3 keer de R. Goed. Mag ik een klinker kopen? Ja, mag. Dan wil ik graag een E. E van Eduard. We kijken. Twee keer. Uitstekend. Personen. En we komen op een joker. Uitstekend, Richard. Pak hem maar dit naast je. Leg hem op je lichtbak. En Richard, rijd door. En gaat naar de 600. Mag ik de D van Dirk? Twee keer de D van Dirk. Goed. 1200 er weer bij. 3400 gulden. Wat gaan we doen? Gaan we het zeggen? Mag ik een klinker kopen? Ja, de A van Anton. Ja hoor, die mag je ook van me hebben. Twee keer zelfs. Nou, personen. Nee, we gaan weer draaien. Goed. En je komt uit op 300. Mag ik de B van Bernard? Tuurlijk, één keer. Dan wil ik nog een klinker kopen. Ja, mag. Een O. O van Otto. 1, 2. Nou, de boer. Ik het gaat zeggen. Oh ja, gelukkig. Frank en Ronald de Boer. Natuurlijk de voetbal 2. Ja, helemaal goed. Daar staan ze, de twee boys van Ajax die het moeilijk hebben dit seizoen. Ga je gang, Richard, voor 2700 gulden mag je bij ze kopen. Dan wil ik graag de stofzuiger van 490 gulden. 290 gulden, 490 gulden, sorry, een stofzuiger, prima. Dan blijft er nog over 2210 gulden. Dan wil ik een koelvriescombinatie van 2000 gulden. Voor 2000 gulden, de prachtige koelvriescombinatie. Daar heb je nog 210 gulden over, iets voor de kleinere prijzen. En dan wil ik graag een voetenbad van 110. Voor 110 gulden het voetenbad. Dan blijven we 100 gulden staan. Doe maar de theater- en concertbon alsjeblieft. Theater- en concertbon, dat zou ik ook altijd doen, want we hebben zoveel prachtige voorstellingen. Ga je wel zijn voorstelling eigenlijk? Ja, best wel. Niet zo heel vaak, maar nee? Alleen. Ja. Nou, als de West Side Story bij je in de buurt komt, jongen, aan te bevelen hoor. Ja, een tijdje geleden heb ik hem gezien. Helemaal waanzinnig. En hij gaat het hele land door, ik geloof in de 30, 40 theaters. Dus tot eind van de maand, eind september, nog in Carré in Amsterdam. Moet je horen, jij doet er veel aan fitness. Ja. En je bent gek op lange reizen. Ja, wat is het verste land waar je ooit bent geweest? Sri Lanka. Dat is een flinke reis, inderdaad. Ja. En is het daar inderdaad zo mooi zoals ze zeggen? Ja, het is schitterend. Het is alleen, ik had een week rondtour. Ja. En 2 weken strandvakantie. Maar ja, eigenlijk al best 2 weken rond. Willen we een 1 week strandvakantie? Ja. Nou, doe de volgende keer dan. Oké, Gaston, kom op jongen met de mooie prijzen voor Richard. Zeker, Hans, daar gaan we. Ah, daar is hij weer. Ter waarde van 100 gulden de vrije theaterbon om een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld een concert, musical, cabaret en veel meer. Want met de theater- en concertbon ben je een echt avondjuich. Het is de enige bon in Nederland met terecht een applaus. 10 jubelende tenen op een rijtje, Richard. Jazeker.
Met zo'n heerlijk voetenbad is dat niet zo gek. Dit Whirl voetenbad ontspant en stimuleert door een combinatie van massage en Whirl watercirculatie. Het water blijft lekker op temperatuur en als je klaar bent, berg je het snoer op in het speciale opbergvak. Hier is voor jou de stofzuiger van de stoere Norman uit Denemarken. Met een lage stroomafname en hoge zuigkracht, zijn unieke vormgeving, zijn langer levensduur en de schoonste uitblaaslucht onder de stofzuigers. Hij gaat maar liefst 3 maal langer mee dan gewone stofzuigers, iets wat de moderne, milieubewuste huisman zeker niet mag missen. Het paradepaardje van dit bekende merk is deze schitterende koel-vries-combinatie. Uitgevoerd in volledig roestvrij staal en een inhoud van maar liefst 240 liter koel en 120 liter vriesruimte met afzonderlijk regelbare temperatuur. Natuurlijk gaat hij heel zuinig om met de energie en is CFK en HFK vrij. Veel plezier met deze jubilerende koel-vries-combinatie. Richard uit Rijswijk, deze prijzen zijn voor jou. Te gek mooie schrijven voor Richard inderdaad. Wij gaan naar ronde nummer 3. Dat betekent even een tussenstand geven. Wij zien op dit moment helaas nog geen prijzen voor Ricky. Maak je geen zorgen, meid. Kan allemaal goed komen. Tweede staat Angelique met 1750 gulden aan de leiding gaat. Dankzij die goed gespeelde tweede ronde. Inderdaad Richard met 2700 gulden. Derde ronde nu, hoogste bedrag, de 4000 gulden. En natuurlijk, de bonus komt er weer bij. Gaston, het was gisteren IJsland, wat is het vanavond? De Belgische Ardennen, Hans. Oh, lekker. Zeker, een paradijs op aarde kan niemand je bieden. Maar Parc La Clusure en Buren, het fraaiste gedeelte van de Belgische Ardennen, heeft er opmerkelijk veel van weg. Slechts zelf je koffer pakken en dan op weg naar je volledig ingerichte bungalennen. Jouw gastheer en gastvrouw, een jong Nederlands echtpaar, zal je laten genieten van een betovend stukje natuur in dit prachtige verblijfspark. Oh Hans, wat zouden we daar graag naartoe gaan? Of we daar graag even gaan, ja. En ik zei het al, gisteren was het IJsland. Nou, daar gaat Angelique inderdaad heen, want ze heeft hem gisteren gewonnen. Dus ik ben reuze benieuwd wie er vanavond eventueel naar die Ardennen gaat. We zullen het zien. In deze derde ronde zoeken wij nu een gezegde. We hebben 22 letters en het is Angelique die gaat draaien. Succes Angelique. We komen op 1000 gulden, mooi bedrag. De N van Nico. En Nico zit er meteen 4 keer in. Heel goed. Ja. En we gaan naar 300. De R van Richard. Ik heb 1 keer de R voor je. Ja. Oh jee, kom op, er voorbij. Nee, jammer. Pech van Angelique. Ricky, kom op, we gaan het maken nu. En deze derde ronde, ook prijzen voor jou hoor. Ik wil dat er vanavond niemand met nullen naar huis gaat. 200. D van Dirk. De D van Dirk, 1 keer. Ja, goed. Ai, een verliesbeurt. Oh, daar. Ja, het is een ander meisje. Ja, Richard, ga je gang maar. En die komt op de 400, Richard. Mag ik de T van Tinus? Nee. Mag ik mijn joker inzetten? Ja, natuurlijk. Daar ligt hij voor. Leg hem maar neer en je mag weer gaan draaien. Ja. Nou, bonus ga je net al voorbij. 800 gulden. Mag ik de S van Simon? En Simon, 1 keer. Goed. Ja. En we gaan naar de 600. Mag ik de L van Leo? En Leo, hey, jammer nou. Angelique. Mag ik het zeggen? Mag ik het zeggen? Ja. Weet je dat wel? Ja. Meen je dat nou? Echt waar? Voor spek en bonen meedoen? Hé, hey, helemaal goed. Ja, nou, en bonen meedoen. Oh, ben je toch goed, meid. Ongelooflijk. 4300 gulden staat er voor je. Ga je gang maar weer. Voor 1200 de wasmachine. De wasmachine? Voor 1200. 3100 gulden werd er nog staan. Nou, zal ik het doen? Voor 3000? Ja, natuurlijk moet je dat doen. Het waterbed. Ja, leuk voor jou. Ja, leuk voor je moeder als dat komt. Ja, voor je logeerkamer. Enig. Wat een mooie prijs. 100 gulden heb je dan over, Angelique? De waterkoker. Gaston, wat kan ze allemaal doen op dat waterbed? Vertel het ons. Dat wil jij niet weten, Hans.